Goedemiddag. Bij mij staat Marlies Thijs, communicatieconsulente van de politiezone Minos. Dag Marlies. Hallo. Er is een nieuwe manier van oplichting genaamd phishing aan de gang. En jullie hebben hier al veel meldingen over gekregen. Mm-hmm. Marlies, wat is nu juist phishing? Phishing is eigenlijk elke vorm van online oplichting waarbij dat fraudeurs proberen geld te ontfutselen bij een slachtoffer. En hierdoor krijgen wij wel geregeld wat meldingen, ja. Ja. Welke informatie hieromtrent is er al binnengekomen? Op dit moment krijgen wij wel wat meldingen over een nieuwe techniek van phishing. En daarbij doen de oplichters zich eigenlijk voor als een bankmedewerker of een medewerker van Cardstop of van de federale politie. En op die manier proberen ze eigenlijk hun geld te ontfutselen van hun slachtoffer. Ja. Ze richten zich ook blijkbaar op oudere mensen, die zijn vatbaarder voor zo'n gevallen. De meldingen die wij nu binnen hebben gekregen, gaan voornamelijk over oudere mensen. Dus vandaar dat wij ook wel graag willen oproepen om zeker bij uw buren of uw ouders of uw grootouders deze nieuwe vorm van phishing onder de aandacht te brengen. Maar eigenlijk ook eender welke vorm van phishing. Ja. En hoe gaan ze eigenlijk te werk? Ze beginnen dus eigenlijk met telefonisch contact op te nemen met hun doelgroep. En aan de telefoon doen ze zich dus voor als een bankmedewerker of een medewerker van de federale politie. En zij zeggen dus dat ze of frauduleuze geldafhalingen zien van hun bankkaart, of dat ze zien dat ze er weet van hebben dat er bij hun zal worden ingebroken. En daardoor stellen ze voor, we sturen een koerier langs en zij zullen uw waardevolle spullen in beslag nemen, of in bewaring nemen liever, voor de veiligheid. Dus die koerier die komt inderdaad langs, die pakt juwelen mee, cash, bankkaarten. Maar je moet dus weten dat dit niet echt is, want geen bank, geen politie en eigenlijk geen enkel instantie zal ooit bij u thuis langskomen om dit te doen. Ja, ze zijn echt wel heel straf aan het worden ondertussen. En wat moeten de mensen nu juist doen als ze met phishing te maken krijgen? Krijg je een phishingbericht, wees gewoon zeer aandachtig. Als het een phishingbericht is, ga er dan zeker niet op in. Klik niet op de link, maar stuur die berichten door naar verdacht@zevenweb.be. Heb je nadeel, dan kan je ook altijd aangifte doen bij de politie. Want wij ook, wij krijgen dagelijks, ik lig er niet voor, 10 valse mails. Mm-hmm. Hebben jullie dat ook al meegemaakt? Iedereen krijgt die wel, hè? Ja, zeker. Ja. Jullie nieuwe campagne, Je bent een held als je onder de neem belt. Hoe loopt deze ondertussen? De campagne loopt ondertussen al voor een dikke maand, denk ik. En met deze campagne willen wij eigenlijk oproepen om, als je iets verdacht ziet, om meteen 101 te bellen. Waarom? Zo kunnen wij meteen ter plaatse komen, is de pakkans groter en kunnen wij ook meteen vaststellingen doen. Want nu merken wij wel geregeld dat de burger of gewoonweg niet belt, of een uur of een dag of een maand te laat en dan is het natuurlijk te laat. Ja. Marlies, onze laatste vraag is een moeilijke vraag. Is er nu op die phishing en die valse mails, is er daar ooit iets aan te doen? Want er moet toch ergens wel nu een halt toegeroepen worden? Zeker. We willen gewoon oproepen om zoveel mogelijk deze valse berichten door te sturen naar verdacht@zevenweb.be en ook aangifte te doen bij de politie. Want hoe meer info wij krijgen, hoe beter wij onderzoeken kunnen leveren, natuurlijk. Marlies, hartelijk dank voor dit interview en nog veel succes. Dank je wel.